Ja, €750, mensen, is niet niks. Dus dat kun je ze uiteindelijk presenteren, laten zien en op die manier mededelen dat €750 is wat jij hun kan opleveren. Niet te meten alle referenties die erbij gaan komen, andere zaken. Dus het levert nog meer op voor ze. Ze betalen jou bijvoorbeeld alleen maar €1000 per maand. Mensen, van harte welkom bij deze brand new video. En vandaag gaan we het hebben dus over de 3 niches die ik je zou adviseren. Of althans, laat ik het beter zo zeggen, die ik zou doen als ik weer zou gaan beginnen met mijn eigen marketing agency, met mijn eigen SMMA. Dus ik wil graag deze 3 niches met je delen om je beeld te geven wat je allemaal kan gaan doen. En mensen, we hebben er 500 voordat we starten met deze video. We zijn begonnen met deze video over de 3 niches, maar ik wil je van harte bedanken. We hebben er 500 subscribers gehit. 500 subscribers! Ik wil jullie enorm bedanken. Het lijkt misschien een klein aantal, maar ik ben enorm dankbaar voor al die mensen die mij hebben geholpen om hier te komen. Nu gaan we door naar de 1000, 5000, 10.000, hoeveel je het ook wil hebben. Ik ben hier om jullie te helpen, nog meer mensen te helpen en ervoor te zorgen dat jullie je potentie kunnen waarmaken. Als je nieuw bent tot dit kanaal, subscribe ook zeker. Klik op dat knopje, klik op het belletje, zodat je altijd up-to-date blijft met nieuwe video's. En als je op je telefoon zit, zorg ervoor dat je bij je instellingen notificaties aandoet voor YouTube. En dat je doet voor alle notificaties, zodat je nooit meer een video mist van alle leuke, fancy video's die ik ga maken voor jullie. Om jullie up-to-date te houden over wat ik aan het doen ben. En ook tips zoals vandaag die ik met jullie ga delen op dit whiteboard. Over de 3 niches die jij kan gaan kiezen in 2020. Die jou een groeispurt gaan geven met jouw marketing agency. En zoals jullie al weten, om direct in de video te duiken. Ik ben een voorstander van het kiezen van 1 niche. Waarom? Ik ben van mening dat als jij direct begint en direct 1 niche kiest, jij je sneller kan specialiseren en specificeren op 1 specifieke niche. En dat gaat je enorm veel helpen om daar de autoriteit in te worden. Mits jij natuurlijk weet dat je het leuk vindt, die niche. En dat die rendabel is. Want je kan een niche wel zo leuk vinden, maar als je hem niet leuk vindt en hij is niet rendabel, wat voor nut heeft het dan om die niche te doen? Is het dan alleen om geld te verdienen? Daar doen we het niet voor. Jij moet een niche vinden die je ten eerste leuk vindt. Dus de niche die ik je vandaag hier ga geven, zijn niches die ik zou kiezen als ik zou beginnen. En niche die ik ook heb gehad. En daarom adviseer ik je zo ook. Ga je niet een niche adviseren die ik nog nooit heb gedaan. Dat zou van mij onethisch zijn en ook niet logisch zijn dat ik je iets ga adviseren wat ik nog nooit zelf heb gedaan. Oké, dus ik wil je vandaag een aantal niches delen. 3 om specifiek te zijn. Die ik heb gedaan. Die jij eventueel zou kunnen doen. Omdat ze gewoon goed zijn. Ten eerste, mocht je ze leuk vinden, dan kun je eentje kiezen. En mocht je denken van oké, dit is iets wat ik ga doen, dan weet je 100% zeker. Omdat ik je dat nu ga uitleggen, dat die niches ook rendabel zijn. En dan kun je ze makkelijker gaan kiezen. Dus mijn mening, oké, dat is mijn mening, je hoeft niet alles van mij aan te nemen, maar mijn mening is dat 1 niche kiezen altijd betere optie zal zijn dan meerdere niches kiezen. Ik heb ook soms het advies gegeven aan mensen dat ze 3 niches kiezen, puur omdat ze niet weten welke niche moeten kiezen. Dan zeg ik, kies 3 niches, ga daarmee bezig om mensen te benaderen en kijk of je je eerste 3 klanten in 1 van die 3 niches kan binnenhalen. Een aantal studenten van mij hebben personal trainers binnengehaald, restaurants binnengehaald en andere. En vanuit daar kun je dan weer de beslissing maken om een aantal klanten weg te laten, een aantal klanten bij te halen van de specifieke niche die je hebt gekozen. Laten we beginnen met drie. 3. Oké, de derde niche die ik leuk vind, die ik heb gedaan en die naar mijn mening ook gewoon heel interessant was om mee te werken. En de derde is e-commerce. E-commerce, oftewel webshops, webwinkels, e-commerce brands, zeg maar, bedrijven die producten verkopen online. Sommige bedrijven waren zelfs SaaS bedrijven, software as a service bedrijven, die bepaalde services verkochten, zeg maar, online. Bol.com, niet dat ik met Bol.com heb gewerkt, zou wat zijn, maar dat soort bedrijven, oké? Dus dat soort bedrijven heb ik gewerkt. Gezonde drink bedrijven, kledingbedrijven die online verkopen. Zelf heb ik ook een kledingbedrijf gehad met een e-commerce. E-commerce is naar mijn mening een hele goede niche om naar te kijken. Maar dat brengt wel met zich mee, het is een hele complexe niche. Voornamelijk op het gebied van binnenhalen van klanten zul je niet zo gauw eigenaren van e-commerce bedrijven zien. Als je bijvoorbeeld personal trainers gaat doen, ik verklap het al, maar personal trainers gaat doen of sportscholen gaat doen, dan kun je al makkelijker mensen op LinkedIn en op Facebook vinden van eigenaar van een sportschool. Probeer dat maar eens te doen met e-commerce bedrijven. Tenzij je een goed netwerk hebt, oké, of weet waar je op moet zoeken op LinkedIn, maak je het heel specifiek en dan wordt het makkelijker om ze te vinden. Maar in het begin zal het wat lastig zijn om dit soort bedrijven te vinden. En niet alleen dat. Dit soort bedrijven worden door veel meer mensen benaderd dan dat je denkt. Oké? Omdat ze ook op internationaal gebied sommigen ook werken. En er ook voor zorgen dat ze ook meerdere mensen kunnen benaderen voor zichzelf. Is het ook heel belangrijk dat je differentieert in hoe jij hun benadert. Kaho, de Food & Coach van de HC Accelerator. Mijn cursus, zeg maar, waar we nu meer dan 30 studenten voor hebben. Hij specialiseert zich op de e-commerce bedrijven met zijn marketing agency. Oké? En hij heeft nu een aantal hele goede klanten binnengehaald. Dat moet ik even zeggen. Want hij is gewoon heel goed bezig geweest door zichzelf te differentiëren en uniek te zijn in wat zijn unique selling point is. Oftewel, wat hem uniek maakt, oké? Want jij moet onderscheid vinden als je e-commerce bedrijven gaat benaderen en beslist dat te doen te werken met webshops. Boom!
webshops, webwinkels ben ik weer. Omdat het gewoon een lastigere niche is om klanten in te krijgen, als ik heel eerlijk ben. Dus interessante niche. Zeker ook iets waar ik mee heb gewerkt, waar ik ervaring mee heb. Maar de complexiteit, zeg maar, is iets wat lastig is, vooral als je begint. Maar het is zeker een niche om naar te kijken. Vooral als je begint, vooral als je zeker wilt starten. En als je meer ervaring wilt opbouwen met een lastigere niche dan de twee die ik je zo ga geven. Dat is e-commerce. De eerste die ik zou aanraden, omdat ik daarmee heb gewerkt. Mijn allereerste klant was een e-commerce bedrijf waar ik de social media management voor deed. Content creatie, nu ik over terugdenk, was het echt oude tijden, laat ik het zo zeggen. Maar in ieder geval interessant om ermee te werken. Je kunt er van alles nog wat voor doen voor ze. Interessante niche, leuke niche. Maar niet beter dan de twee die ik je zo ga geven. En de nummer twee die ik je nu met je ga delen. Interessante. Misschien eentje die je niet gaat verwachten. En dat is yoga studio's. Yoga studio's. Zeg ik bij jezelf van, Stefan, doe jij yoga? Nee, ik mediteer. Ik doe geen yoga. Ik doe al aan mindfulness. Yoga studio's zijn iets waar heel weinig mensen op zitten. En ik zal je vertellen waarom. Omdat ze denken van, oh, het is een lastige niche. Het is moeilijk, zeg maar, om resultaten voor te behalen. Yoga studio's zijn bijna niets anders dan sportscholen, rijscholen, personal trainer en andere bedrijven. Het aanbod is anders, maar de manier waarop je ze resultaten levert, precies hetzelfde. Je hebt een interessant aanbod, plaats je via een Facebook advertentie en mensen komen erin, of dan opt-in, en je zorgt ervoor dat je die mensen doorstuurt naar het yoga studio, of dat ze zich moeten aanmelden en zichzelf moeten neerzetten of moeten bellen met de yoga studio zelf om het aanbod te claimen. En that's it, oké? Yoga studio is zo super simpel. En ik zie bijna niemand die werkt met yoga studio specifiek en die zichzelf specialiseert met deze ene niche. Ik zou je aanraden zeker te overwegen naar yoga studios. Vooral de levenslange waarde van een klant is hetzelfde en het lijkt ook heel veel op sportscholen. En ik zal je vertellen waarom. Stel je voor, jij brengt één persoon voor een gratis proefles bij een yoga studio. Dat kost de yoga studio dus die gratis proefles. Maar vervolgens, als ze een weekabonnement, een snipperkaart abonnement bijvoorbeeld krijgen, kost dat misschien €30 voor 5 lessen. Voor die 5 lessen betaalt iemand dus €30. En vervolgens wat je kan doen is bijvoorbeeld zeggen tegen de eigenaar van die yoga studio van, hey, nu komt er wel iemand binnen voor €30 voor die snipperkaarten. Maar vervolgens wat je kan doen is bijvoorbeeld voor een maandabonnement aanbieden met korting, die bijvoorbeeld €100 kostte, maar nu €60. Dus dan doe je een soort van korting. En dan hebben ze €30, €60 voor één persoon binnen één maand €90 verdiend. Stel je voor dat die persoon nou 12 maanden blijft en het maandabonnement blijft €60. Dan heb je dus in één maand €90. Laten we zeggen dat hij dus een jaar blijft. Dat is dus 60 keer 12. 720 plus die €30 voor die snipperdagen, voor die snipperkaart voor de week. €750 is de levenslange waarde. Het is €750. Ik zet wel even tussen haakjes. Kijk, als je het zo brengt, zoals ik je net heb uitgelegd, dat is één klant voor een yoga studio van een actie die jij kan doen voor hun als €750 waard. Stel je voor, je brengt er 3 of 5. Oké, dan heb je al €3.750 gebracht aan een yoga studio voor één maand. Het is enorm profitabel om ze te helpen. Dat is de levenslange waarde van een klant, wat de meeste bedrijven niet eens weten. Wat jij moet weten als je een SMMA bent begonnen of het al doet, is de LTV-calculator. Alle HC Accelerator studenten van mij, die hebben de LTV-calculator en de KPK-calculatie om precies te weten hoeveel één klant kan opleveren en wat de kost per lead is, andere zaken zijn en de winst uiteindelijk is voor de klant. En dat kun je aan hun presenteren om ze duidelijk te maken van dit is wat ik eventueel voor je kan opleveren. Dit is waarvoor je kan aanbieden. Het is €750 mensen, is niet niks. Dus dat kun je ze uiteindelijk presenteren, laten zien en op die manier mededelen dat €750 is wat jij hun kan opleveren. Niet te meten alle referenties die erbij gaan komen, andere zaken. Dus het levert nog meer op voor ze. Ze betalen jou bijvoorbeeld alleen maar €1000 per maand. Specialiseer je op yoga studios als je het leuk vindt. En uiteraard, wat ik aan het begin zei, als je het leuk vindt. En rendabel is het zeker, allebei. En de volgende die ik je zo ook ga geven, allemaal rendabel. Maar het is de vraag of jij ze leuk vindt om te doen. Ik wil je hiermee ook laten zien, er zijn genoeg niches die je kunt kiezen, mensen. Denk niet alleen van, er zijn sportscholen, restaurants en daar blijft het bij. Denk uniek, denk aan beauty salons. Denk aan bijvoorbeeld logistieke bedrijven. Denk aan, unieke restaurants, luxe restaurants. Denk aan specifieke niche-down dingen die je zou kunnen doen. Er zijn talloze zaken die je kan doen en talloze dingen die je ook kan doen met deze niches en ook sub-niches van deze niches. Dus niet complex te maken dan het is. We hebben e-commerce, we hebben yoga studio's en nu ga ik je het laatste geven, naar mijn mening, wat eentje wat heel goed is. En dat is sportscholen. Hetzelfde geldt voor sportscholen als met yoga studio's. Eén klant is al gauw €750 tot €2000 waard, afhankelijk van de abonnementen die ze geven en afhankelijk van hoe lang een persoon blijft bij die sportschool. Nu moet je niet gaan denken, en alsjeblieft doe dit niet. Ik heb mensen gehad die zeiden tegen mij van, Stefan, ik heb Basic Fit benaderd en ik heb Fit for Free benaderd. Doe dat alsjeblieft niet. Die hebben een inbound marketing, dat maakt het alleen maar lastiger. Vooral als je nog geen één klant hebt, gaat het je bijna niet lukken om die partijen, om met hun te gaan samenwerken. Ik heb het destijds ook geprobeerd, bijna in contact gewoon met een aantal, maar het is lastiger dan dat je denkt. Het is lastiger dan dat je denkt, omdat ze inbound al hebben. Ze willen sneller iemand in-house hebben dan dat ze een partij gaan inhuren die dat voor ze gaat doen. Dat is hoe ze zijn. Ja, je kunt het niet veranderen. Je kan het proberen, mocht je al meer klanten hebben in de sportscholen niche. Maar sportscholen niche, naar mijn mening, leukste niche om mee te werken. Waarom? Bij sommigen kun je gratis trainen. Hey, dat is beter. Vooral als je het in een omgeving hebt, denk ook aan personal trainers. Dat is ook een onderdeel, dat is een sub-niche van sportscholen. Maar dat is ook een zeker interessante niche die je zou kunnen kiezen om daarin te gaan werken. Daar ook klanten in te krijgen. In ieder geval een hele leuke niche. En wat ik hier als laatste wil afsluiten, dit zijn dus de drie niches
niches die ik zou adviseren die je kunt kiezen in 2020. E-commerce, yoga studio, sportscholen, simpele niches. Niches die ik, waarin ik ook heb gewerkt, maar zeker ook niches die jij kan gaan kiezen. En iets wat je mee wil achterlaten, beperk je niet tot nationale bedrijven, man. Er zijn bedrijven in Duitsland, er zijn bedrijven in België, er zijn bedrijven in de UK, er zijn bedrijven in Amerika. Beperk je niet tot nationale bedrijven, want als je denkt van ik heb alle bedrijven al gehad in Nederland, ga ze dan weer na. Kijk weer of je nog meer mensen kan benaderen binnen die niche. En zorg ervoor dat je op andere manieren ook weer in het teken kan staan voor hun. Zorg ervoor dat je ook op internationaal gebied kijkt. Maar doe dat pas alleen, en dat is mijn advies, als je minimaal 3, 4, 5 klanten hebt. Dan heb je al meer ervaring en dan kun je die switch gaan maken. Maar als je comfortabel bent om internationaal ook outreach te doen, doe dat dan. Maar wat ik je ook wil zeggen is ten tweede, zorg ervoor dat je ook alle bedrijven, als je nationaal begint, wat wel mijn advies zou zijn, begin bij jou in de omgeving. Kijk in jouw omgeving of er e-commerce bedrijven zijn, yoga studios zijn, sportscholen zijn en benader hun eerst. Ga eventueel naar hun toe. Bouw een connectie op. Ga trainen bij die sportschool. Ga naar die yogastudio. Neem een les. Koop iets van die e-commerce bedrijf. En laat zien dat jij daadwerkelijk een klant bent van hun. Om meer een band te creëren met ze. Op die manier kun je ook outreach doen. En dat is meer de modernere manier. Dan straight up cold callen. Hey, ik run een social media marketing bedrijf. En ik kan je helpen om meer klanten te krijgen. Schikt het om eventueel een kort gesprek te hebben. Hoe ik jou meer leads kan voorzien. Willen ze niet hebben, wordt ze continu gebeld. En zij heel goed bent in cold call. Dan zou ik het wel doen. Daar komt nog een nieuwe video over binnenkort. Maar in ieder geval voor nu. Kies een van deze drie niches of niet. Dat is aan jou. Welke jij leuk vindt. Welke jij denkt dat rendabel is. Kies dat. Begin in jouw gebied, in jouw omgeving. Kijk wat er zijn. Pas de methode toe die ik je net heb gezegd. En ga in de toekomst eventueel kijken of je het internationaal kan brengen. Als jij zeker van overtuigd bent, kies één niche. Kies één service. Ga knallen. Ga die klanten binnenhalen. En nogmaals, als ik al zei, mocht je deze video interessant hebben gevonden, klik dan de subscribe knop. Zorg ervoor dat je notificaties aanklikt voor alle notificaties. Ook op je telefoon dat je het aanzet. Mis nooit meer een video, want dit zijn waardevolle video's die je nooit meer wilt gaan missen. Die je altijd wil gaan toepassen. Maak ook notities. Zorg ervoor dat je erbij blijft. En ik zie je gauw weer in de volgende video, die nogmaals hopelijk waardevoller zal zijn voor jezelf. Laat een comment achter wat je eventueel zou willen zien in de volgende video's. Jullie inbreng is waar ik voor leef, waar ik voor ben. Jullie potentie waarmaken is ook waarom ik hier ben neergezet om deze video's voor je te maken. In ieder geval, dankjewel voor het kijken en ik zie je gauw in de volgende video.